Oh, ja. Toevallig vanmorgen komt er een jongen binnen om te vertellen dat hij geslaagd was, zeg maar. En dat vind ik fantastisch om mee te maken, zeg maar. Dat zou ik voor geen goud mee willen missen. Ze gaan je missen? Ik denk het. Maar ik hun ook. Mijn naam is Peter Westerbuin en ik werk 25 jaar bij de kiosk en vandaag is mijn laatste dag. Ja. Beetje nerveus, beetje gespannen, maar wel heel leuk. En er zal wel een traantje komen, denk ik, op een gegeven moment. Maar ja, het is niet anders. Het mooie aan het werk is dat je met hele jonge mensen werkt. Dat je klanten in de winkel hebt die van jong en oud zijn. Dat mensen het waarderen, dat je weet wat ze drinken, dat je weet dat je de bestellingen vast klaar kan maken voor ze. Dat je weet dat ze altijd willen pinnen. Bij mensen die bang zijn om de trein te missen, brengen we eventueel soms de koffie na in de trein. Als je dat doet, dan heb je 25 jaar lang plezier om te werken, zeg maar. En dan is het, ja, dat geeft zoveel voldoening, dat kan ik niet anders zeggen, zeg maar. Het maakt net hoe vroeg het is of wat voor brakke kop hier binnenkomen. Die man is altijd vrolijk en dan kan toch, zeg maar, soort van... Je kan er niet boos om worden, zeg maar. Het is altijd leuk. Het wordt daar even aanpassen, maar het moet wel goed komen. Hij komt hard werken dan, toch? Ja, dat zeker. Maar hij komt sowieso wel gewoon langs voor een kopje koffie, dus het komt wel goed. Ik heb meegemaakt dat inmiddels is een klant een vriend geworden. En zijn dochter heb ik meegemaakt met de geboorte. En nu is ze 23 jaar en is ze zwanger. Ja, dat zijn dingen. Dat is mooi om te beleven, zeg maar. Studenten die komen, die volgen met tentamens. En toevallig vanmorgen komt er een jongen binnen om te vertellen dat hij geslaagd was, zeg maar. En dat vind ik fantastisch om mee te maken, zeg maar. Dat zou ik voor geen goud mee willen missen. Maar gelukkig mag ik nog af en toe een kopje koffie komen halen. En dan doe ik dat in de spits en dan zie ik ze nog regelmatig. Hoe lang kom je hier al? Zeker al meer dan 10 jaar. Dat sowieso. Wat is Peter voor jou? Ja, wat is Peter eigenlijk voor mij? Ik denk dat het toch meer een goede vriend is. Dat ik toch overal mee kan hebben. En vooral over Ajax natuurlijk. Wordt het anders, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja, dat sowieso. Vooral op de maandagochtend bijvoorbeeld, als er op de zondag is gevoetbald of zo. Dan kan ik er dus niet meer met hem over hebben. Zeg maar, dan moet ik het met iemand anders doen of zo. Je kan bellen. Ja, het is leuk om dat te horen. En we gaan het missen. Ja. Dat is het. Klaar. 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 Er is een beeldschone dame die bij ons een jaar of 4 over de vloer kwam. Die kwam vanmorgen nog even binnen met een doos celebrations en een kaartje om me te bedanken. Voor alle goede service. Ze gaan je missen. Ik denk het. Maar ik hun ook. Echt, ik ga ze zeker missen. En ik ga natuurlijk mijn collega's missen, echt. Dus mijn beste collega Mamert, die ga ik zeker missen. Wat is er zo fijn aan werken met Mohammed? 11 jaar samen zijn. Lief en leed delen. Weet je, Mo en ik zijn hier begonnen. En we hebben het samen gedaan, zeg maar. Dus ja. Dus dat maakt het mooi en die zal ik zeker missen. Is er een kans dat je gewoon over 3 maanden hier weer terug bent? Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Dat ik het toch weer ga proberen of zo.